Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het dinsdag 28 februari 2023. Dus dit is februari filmpje nummer 28. De allerlaatste. Jeetje, deze maand is echt voorbij gevlogen. Echt heel bijzonder hoe verschillend je tijd kunt ervaren. Normaal gesproken was februari altijd mijn langste, saaiste maand. Ondanks dat hij het minste aantal dagen heeft. Maar dit jaar heb ik dat heel anders ervaren. Ik ga dat natuurlijk allemaal nog met je delen, hoe ik deze maand heb ervaren. Ik heb een paar dingen op mijn lijstje staan voor vandaag. Ik ga je vertellen over mijn Felix cardigan. Ik heb hem vandaag voor de allereerste keer aan. En ik wil er graag van alles met je over delen. Ik wil ook graag mijn kledingkast met je delen. En dan met name de kast waarin ik al mijn gebreide kleding bewaar. Daar is gisteren namelijk iets heel leuks mee gebeurd. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Volgens mij had ik nog iets? Zie je, daar gaan we alweer. Lijstjes in je hoofd zijn heel fijn, maar dat kun je alleen niet op spieken. Ik wil natuurlijk samen even met je terugblikken op afgelopen maand. Over hoe ik het heb ervaren en wat mijn plannen zijn voor maart. Maar eerst ga ik lekker rustig mijn koffie drinken en ik heb hier mijn Felix cardigan naast me. Nee, dat is helemaal niet waar, Sarah, want die heb je aan. Ik heb hier mijn Fern & Feather trui naast me. Die heb ik al een tijdje niet aangeraakt, omdat ik druk was met mijn Felix cardigan en ook met de sokken voor mijn schoonmoeder en... wat heb ik nog meer? Al die haakwerkjes die ik heb gedaan. Was deze even op een heel laag pitje. En gisteravond heb ik hem er weer bijgepakt. Ik moest even heel erg goed opletten, want ik zat midden in de short rows. En bij dit patroon short rows creëer je dus. Als je wat vaker breidt, dan weet je dat. Maar ik wist dat in het begin dus helemaal niet. Met short rows, met verkorte toeren, creëer je dus wat extra stof aan de achterkant van je trui. Waardoor je... waardoor de nek hoger is dan de halslijn. En dat maakt dat je trui of vest beter valt. En short rows, verkorte toeren, zijn dus wanneer je normaal gesproken in het rond breidt of heen en weer, kan bij allebei, dat je dus een klein stukje van je breiwerk breidt een paar keer extra. Dus daar is gewoon extra stof. Je kunt het ook zien, het zit een beetje opgekruld. Je kunt het niet zien. Ja, ik kan het zien, maar ik kan het niet laten zien. Het verschil tussen de achterkant en de voorkant is groot. Nou ja, je kunt het zien als ik hier de onderkant van de voor- en de achterkant op elkaar doe. Dan zie je dat dit hoger is dan dat. Terwijl het hieronder wel gelijk is. Normaal gesproken, als je geen verkorte toeren zou doen, dan zou het zo zitten. Ja, maar voor het model is het mooier als het zo zit. Maar goed, bij dit patroon zijn er dus een aantal verkorte toeren direct na het kleurwerk. Soms zitten ze hierboven in de hals. Maar bij dit patroon na het kleurwerk. En er zijn een aantal verkorte toeren voordat je split voordat je de mouwen apart zet. En een aantal daarna. En ik was dus bij de tweede set. Ik was midden in die set was ik gestopt. Maar omdat ik het... goed bij heb gehouden in mijn handwerkboek, wist ik precies waar ik was. Ik had alleen twee steekmarkeerders aan de zijkant. Eentje voor de beginning of round, begin van mijn toer. En eentje voor de zijkant, een side marker. En ik wist niet meer welke. Ze waren niet hetzelfde, dat had ik heel slim gedaan. Zo ben ik. Maar ik had alleen niet opgeschreven welke nou de beginning of round markeerder was. En welke de side marker voor de zijkant. Normaal gesproken voor de beginning of round gebruik ik altijd zo'n rondje, zo'n rond markeerdertje. Had ik nu ook gedaan, maar ik had dus ook één rondje met een stitch marker eraan, met een steekmarkeerder eraan, zodat ik het verschil tussen de twee kon zien. Alleen wist ik niet meer welke nou welke was. Maar ik was al eigenlijk begonnen met breien en toen dacht ik ineens, oh wacht even, voordat ik mijn short rows per ongeluk aan de voorkant brei. Wat op zich denk ik niet eens zo verkeerd is om dat goed te vormen om je borsten. Extra stof. Alleen ik heb niet zulke hele grote borsten, dus dat is niet nodig. Maar toen ging ik even heel goed kijken naar mijn werkje en door precies te kijken en waar dan die wrap and turn, want die had ik al een paar keer gedaan, dan zat. Zo kon ik precies zien of ik aan de goede kant bezig was. En dat was gelukkig wel het geval.
Dus ik heb lekker gebreid. En ik ben nu op het punt dat ik alleen nog maar recht naar beneden hoef te breien. Zonder iets bijzonders te doen. Dit patroon geeft opties voor een waist shaping. En als je trui wat langer is, dan kan dat heel mooi zijn. Dan heb je een beetje zo getailleerd. Dan ga je eerst een paar keer minderen. En dan vervolgens ga je een paar keer meerderen. Zodat je een beetje zo die vrouwelijke lijn krijgt. Alleen ik ga een cropped trui maken, een hele korte trui. En daar hoeft voor mij geen shaping in. Ik kom niet eens bij mijn heup, bij mijn waist, als het goed is. Dus ik ga gewoon recht naar beneden breien. En ik had nog een klein vliedertje over. Ik wilde dat eigenlijk opbreien, maar ik wilde ook naar bed gisteravond. En ik was zo benieuwd. Ik vind het zo leuk om dan even te passen. Dus ik heb aan één kant van mijn snoertje heb ik dan een extra lang koord gedraaid. Kijk waar die zit. Dat vind ik... Oh, dat ging niet heel soepel. Ik denk dat hij niet goed vastgedraaid zit, want hij blijft een beetje haken. Oh ja, inderdaad. Dit vind ik, nou dit niet zozeer, maar ik vind het grote voordeel van die losse naaldpunten en die interchangeables, dat je makkelijk een extra kabel eraan kan draaien om te passen met een cable connector. Even goed aandraaien, ik hoop dat het volstaat. Dit vind ik tot nu toe de fijnste manier. Je kunt het op waist yarn zetten. Ik heb ook koordjes gekregen. Van die Scooby-Doo koordjes die je erop kunt schuiven. En op zich vond ik dat allemaal fijn. Maar allemaal lang niet zo fijn als deze manier. Ik heb een steek laten vallen, zie ik nu. Maar goed, ik heb hem dus gisteravond gepast. En ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee. En nu ben ik dus een beetje in dubio of ik... Nou, eigenlijk ben ik niet in dubio. Ik ga nu dus eerst de mouwen breien. Ik ben op het punt dat ik laat hem gewoon hier op staan. Ondanks dat ik er net een beetje te veel over heb. Het was leuk geweest als ik dat op had gebreid. Dan had het niet in de weg gezeten. Maar ik ga nu eerst de steken voor de mouwen opnemen. En dan ga ik de mouwen breien. En als die helemaal af zijn, de rest van het lijf. En waarschijnlijk is de trui dan af als het lekker warm is buiten. En je het niet meer nodig hebt. Nou, misschien als jas enkel. Maar waar ik wel over in dubio was, was de mouwen. Ik heb namelijk de sets met de korte naaldpunten, met de korte rondbreinaaldjes. En ik ben nu aan het breien met naaldpunten van 10 centimeter. Die heb ik ooit een keer gekregen. Ik heb een heleboel naalden toen gekregen van Edna om uit te proberen. En ik vind de naaldpuntjes van 5 en 8 centimeter... We zijn nog niet zulke goede vriendinnen, zeg maar. Deze van 10 centimeter... vind ik eigenlijk wel fijn. Ik heb een kort kabeltje gedaan, zodat de steken lekker dicht bij elkaar zitten en ik lekker door kan breien. En dit is 4 mm en ik heb mijn lange naaldpunt van 4 mm nodig voor het vest wat ik ga breien voor Rebecca. Nee, ik ga het voor mezelf breien, maar de testnet die ik ga breien voor Rebecca. En omdat dat heen en weer was, wilde ik daar mijn lange naaldpunten graag voor gebruiken. En toen dacht ik, zal ik mijn mouwen dan toch weer eens proberen met een korte naaldpunt? Maar ik ga dat niet doen. Ik ga toch magic loop breien. En waarom? Als ik mijn mouwen op een lange naald brei, magic loop. Ik hou van magic loop. Voel diepe liefde voor de magic loop manier. Maar dan kan ik ook makkelijker passen tussendoor. Want dan is die naald gewoon heel lang. En dan kan ik makkelijker passen. De enige reden waarom ik dan toch nog naar die korte naaldpuntjes is dat de mouw misschien sneller gaat. Maar ik vind magic loop veel lekker breien. Dus dat was even mijn dilemma. Wat inmiddels ook al geen dilemma meer is. Maar dat was ik even vergeten. ik wilde dus nu lekker voor een leuk sfeerbeeld. Wilde ik dan koffie gaan drinken en gaan breien. Maar ik was even vergeten dat hij dus niet op de naalden staat. Of althans, ik kan nu niet dit stukje verder breien. Ik moet dat allemaal rond losdraaien. Maar dan wordt mijn filmpje weer te lang. Dat toch even doen. Ik heb gewoon echt bijna onbedwingbare behoefte om nu een paar steken te gaan breien. Gossie Mickey, het gaat helemaal mis hier. Welkom bij Sarah's dagelijkse handwerkperikelen. Je ziet Sarah nu steekjes terugzetten op haar naald. Dit gebeurt dagelijks meerdere keren. Vroeger was Sarah bang voor steekjes van de naald. Tegenwoordig weet Sarah dat dat helemaal geen kwaad kan.
toch even breien. Het nadeel van zo'n lange kabel vind ik dus dat hij zo lastig eraf gaat, zeg maar. Of dat aandraaien of dat strak draaien, die kabel die draait zo lastig. Misschien is daar een heel handig maniertje voor. Laat het me dan alsjeblieft weten. Dit is... Het werkt zo ook hoor, het werkt zo ook. Deze bewaar ik dan of in mijn etuietje of in mijn project bag. Ideaal voor tijdens het passen. Ik heb er meerdere. Zo? Oh nee. Het nadeel van een kort kabeltje is dat, dat nu mijn kabel door mijn steken heen is geschoten. Ik dacht dat ik dat goed had. Dus deze steken zijn allemaal van mijn naald af nu. Maar een van de redenen... Nee, dat is niet waar. Dat is niet de reden waarom ik zo van ledlopie hou. Maar ledlopie is heel vergevingsgezind. Dus sowieso tijdens het breien. Maar ook... ik heb niet zo'n dingetje. Maar ook... als je steekjes van je naald af laat vallen. Ledlopie zegt altijd nee. Maak je geen zorgen. Ik ben ruwe wol. Dus ik ga nergens heen. Kijk, als je dit bijvoorbeeld doet met een alpaca garen of met een heel gladde merino, dan is dat veel vervelender. Want die glibberen alle kanten op die steekjes. Maar zo'n ruwe wol als de ledlopie, joh, die blijft gewoon zitten waar die zit. En daar houdt Sarah van. Zo. Even koffie. Ik was dus helemaal niet van plan. Dit is eigenlijk een beetje elke keer hoe het gaat. Ik neem me altijd wel voor om bepaalde dingetjes te vertellen en te laten zien. Maar heel vaak gebeuren er dan andere dingen. En dit was bijvoorbeeld, dit was ik helemaal niet van plan. Ik dacht, ik ga gewoon lekker even zitten en breien. Ik wilde helemaal niet alles vertellen wat ik net heb verteld. Maar het is toch gebeurd. Daarom lukt het mij nooit om korte filmpjes te maken. Oké. Okay. Nou, dit is ook een perfect project om te oefenen met breien zonder kijken. Ik heb nog een paar warming-up steekjes nodig. Kijk, omdat mijn steekjes nu op zo'n relatief korte kabel zitten, ik weet eigenlijk even niet welke, hoeveel centimeter, maar de kabel is korter dan de omtrek. Maar daardoor schuiven ze gewoon lekker door. En kun je eigenlijk in één moeite door alle steken recht breien voor gewoon een aantal centimeter. Ik weet niet precies hoeveel, maar voorlopig nog wel even. En ja, dat is fijn. Ik vind dat zo mooi in zo'n kleurwerktrui. Als je dan van boven naar beneden breidt, dat je dan eerst heb je het kleurwerk. En dan, dat is heel erg leuk. En daarbij moet je heel erg opletten. En dan vervolgens krijg je dan een stukje met de short rows, als je dat nog niet gehad had. En dan komt er eigenlijk bijna altijd wel een stukje waarin je gewoon even uit mag rusten. Waarin je gewoon even lekker recht mag breien. En in het begin is dat dan heel fijn. En op een gegeven moment denk je, oh, ik vind dit saai. Ik wil weer wat leukers, ik wil weer wat spannenders. En dan kan het wel eens zijn dat je eventjes op wilskracht dat lijf af moet breien, omdat het eindeloos recht breien is. Maar dat is dan ook wel weer lekker. Nou ja, en de belangrijkste reden dat ik nu dadelijk eerst de mouwen ga breien, is eigenlijk vooral dat ik heb meer dan genoeg wol. Dus dat is niet spannend. Maar als de mouwen af zijn, kan ik echt zien hoe de trui gaat worden. En ja, het geeft een iets completer beeld of zo. Omdat ik Magic Loop breien heeft, maakt het niet zo heel erg veel uit of er nu veel op mijn schoot ligt of niet. Maar dat kan als je echt in het rond breidt op korte naaldjes ook nog heel erg veel uitmaken. Dit is natuurlijk minder dan wanneer het lijf al helemaal af is. Ik vind dat gewoon echt heel lekker werken. Ik heb ook geen hekel aan mouwen breien. Dat hoor ik ook veel mensen zeggen. Ik vind mouwen juist eigenlijk heel erg leuk. Oh ja, niet kijken.
Het is ook, zeg maar, als je dan niet, als niet iemand anders is of je bent niks aan het kijken, is het ook een beetje, dan kijk je sowieso automatisch naar je werk. 1, 2, 3. In principe zou dit makkelijker moeten zijn dan sokkenbreien zonder kijken. Want dit is veel dikker garen, kan je beter voelen. Ik heb nog niet zoveel vertrouwen, voel ik. Ik heb ook geen zin om te breien zonder kijken. Ja, ik vind de 10 centimeter naaldpuntjes wel lekker voelen. Die zijn echt prima. Volgens mij kun je ook je set kopen in 10 centimeter naaldpunten of 13. Daar heb ik nog over getwijfeld. Maar ja, met de 10 centimeter kun je nog steeds niet een mouw in het rond breien. Daar zijn ze echt wel, ja, misschien een hele grote mouw. Dat is nog steeds best een behoorlijke omtrek. Het is echt jammer dat je geen naaldenbibliotheek hebt. Dat je zeg maar een soort bieb hebt waar je dan de naalden kunt lenen, kunt huren. En dat je dan het een en ander kunt uitproberen. Want het is natuurlijk best een grote investering, goede breinaalden. Oh, dan heb ik een knoopje. En dat je dan alles even kunt uitproberen. En dan uiteindelijk kiest wat jij het fijnste vindt. Dat zou toch wel heel erg leuk zijn. Goed, ik ga dit even laten voor wat het is. En ik ga lekker mijn koffie opdrinken. En dan ga ik je meenemen naar boven voor mijn kledingkast. En voor mijn Felix praatje. Tot zo! Nou, daar gaan we. Mijn chocoladebruine trap op. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Niet afgelopen jaar, maar vorig jaar. De trap was oranje. En, oh, wacht even. Ik loop sneller de trap op dan dat ik mijn verhaal kan doen. Dus ik heb het even een paar keer achter elkaar geplakt. Dan heb ik iets meer tijd. Maar ik kreeg dus 2 chocoladebruine trappen voor mijn verjaardag van mijn man. Bruin is mijn lievelingskleur. En dat is dus al ruim een jaar geleden. Maar ik heb er nog steeds maar 1. Dit is de trap van de eerste verdieping naar de zolder, naar onze slaapkamer. Die is al klaar. Maar die van de begane grond naar de eerste verdieping, die moet dus nog. En ik heb daar heel erg veel zin in. Maar er is wat weerstand in de familie. Ze zijn blijkbaar nogal gehecht aan het oranje. Maar ik heb het voor mijn verjaardag gekregen. Dus die bruine trap, die gaat er komen. Maar goed, we gingen het niet over de trap hebben. Het ging over mijn kast met wolletjes. En dan niet zozeer met bolletjeswol, maar met mijn gebreide en gehaakte kledingstukken. Die staat namelijk op de voorzolder. Ja, daarachter zie je een stukje van onze slaapkamer, waar ik vaak mijn filmpjes opneem. En hier staat de kast. Dit is een oude boekenkast. En het is dé perfecte kast om je wolletjes te bewaren. En zoals je ziet, ligt alles keurig netjes strak in het gelid. Dat was niet zo. Het was echt een enorme puinhoop. Ik heb namelijk een bepaalde vouw je trui of vest in de lucht techniek. Die meer gericht is op snelheid dan op netheid. En zo bewaar ik het altijd. En gisteravond was ik even weg geweest en toen kwam ik thuis. En toen zei mijn jongste dochter, oh mam, ik ging wat op je slaapkamer pakken. Maar die kast, dat kan echt niet hoor. Ik heb hem even netjes gemaakt voor je. Ik zei, pardon? Ja, zegt ze, ik heb even alles netjes opgeruimd en weggelegd. Daar moet je echt beter op letten. Ik bedoel, bij ons in huis vraag ik me zeer regelmatig af, huh? Ik was toch de moeder? Maar goed, ik heb in ieder geval 1 heel net kind. Haar broer en zus compenseren dat overigens wel behoorlijk, dus geen zorgen. Maar mijn kast vol met wolletjes is helemaal spik en span en netjes. En ik vind het heel prettig om het in een open kast te bewaren vanwege meerdere redenen. Allereerst
Is het heel goed tegen de motten. Ik bewaarde mijn wolletjes voorheen in donkere gesloten ladekasten of hangend. Nou, je wol hangend bewaren is sowieso niet goed voor het model. Liggend heeft absoluut de voorkeur. Maar liggend in een donkere ladekast is een heel aantrekkelijk plekje voor motten. En motten houden niet van licht. Deze kast staat niet vol in het zonlicht, maar wel op een lichte plek. En alles ligt daar. En ik spray het ook regelmatig. Oh ja, hier ga ik tellen hoeveel ik eigenlijk heb. Ik heb niet alles zelf gemaakt hoor, maar het meeste wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik inmiddels alweer vergeten ben hoeveel het was. Best veel. Maar er kan altijd meer bij. Maar goed, ik spray het regelmatig in met lavendelolie. En mijn winterwolletjes gaan over een paar weken in een plastic box. En dan was ik ze weer. Wassen doe ik eigenlijk bijna nooit met mijn wol. Ik hang het altijd te luchten. Oh ja, nou denk ik dat ik tijd genoeg had voor mijn verhaal, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, heel leuk Sarah, maar ik wil even terug naar die kast. We doen gewoon dit fragmentje nog een keer. Nu liggen al mijn wolletjes erin. Zowel de winterkledingstukken als de zomerkledingstukken. Ik heb afgelopen jaar, in oktober, had ik het zo druk dat ik geen tijd heb gehad om mijn zomerwolletjes op te ruimen. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar goed, die zijn ook iets minder kwetsbaar dan de winterwolletjes. Vanwege de soort wol waarmee ik gebreid heb. Maar deze gaan dus over een paar weken allemaal in de wasmachine. Op het wolwasprogramma. Ja, dat doe ik. Nee, dat is geen garantie dat het goed gaat. Op eigen risico. Bij mij ging het nog nooit mis. En dan gaan ze... Oh, daar liggen mijn Steven West sjaals. Te liggen. Ja. Ja, leuk hè? Heerlijk om zo te kijken. En... mijn sokken, ja, die had ik al netjes opgeruimd. Mijn dochter zal dat wel met tevredenheid aanschouwd hebben. En daar is nog een heel krat vol met sokkenwol. Ook nog voor ooit. Ja, oké. Okay. Nou, nu mogen we daarheen, Sarah. Ga maar, hop hop. Ja, we weten het nu. Nu is het tijd voor wat geklets. Oh, maar dit is toch wel heel fijn. Ook elke keer als de trap oploop, word ik hier heel blij van. Dat snap je wel, hè? Heerlijk dit. Zo. Tijd om eens even lekker over mijn Felix cardigan te gaan kletsen. Want ho, ho, ho. Ik heb hem af. Al een paar dagen. Hij hing braaf te wachten totdat ik... totdat vandaag was, de laatste dag van februari, want ik wilde hem heel graag bewaren voor de laatste dag van deze bijzondere maand. Het is namelijk een bijzonder vest geworden met een bijzonder verhaal en als je me langer volgt dan ken je dat hele verhaal, maar ik vind het toch leuk om nog even heel kort toe te lichten. Een aantal maanden geleden kreeg ik van Elisa een berichtje die zei van, goh Sarah, ik heb in mijn kast 4 Felix cardigans hangen in jouw lievelingswol, Let Lopi. En ik denk ook in kleuren die jij heel erg mooi vindt. En ik draag ze niet. En dat vind ik zonde. Zou jij ze over willen nemen? Dus dat heb ik gedaan. Dat vroeg ze niet overnemen. En zij zei van, ik vroeg wat wil je ervoor hebben? Want ze waren fantastisch. Toen zei ze, nou ik zou het heel erg leuk vinden als ik... zelf wol kan kopen voor een nieuw vest. Dus dat hebben we geregeld. Inmiddels heeft Elisa het vest gebreid. En dat is ook heel erg mooi geworden. De Bonnie cardigan, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Ik weet even niet welke designer. En ik had dus 4 Felix cardigans. En ik vond ze fantastisch. Ze zaten lekker, ze stonden leuk. Maar ik voelde me ook een beetje... ik weet niet zeker of bezwaard het goede woord was. Ik begreep niet zo goed wat ik voelde. Het voelde een beetje alsof ze niet voor mij bedoeld waren. Alsof het de bedoeling was dat ik ze door zou geven. En ik sprak daarover in een filmpje. En dat ik het eigenlijk niet zeker wist. En ik weet nog dat ik toen zei van... mocht je interesse hebben in een van deze vesten, laat het me anders even weten. Want ik dacht, ja, wat moet ik nou met 4 vesten? Maar een deel van mij wilde ook alles houden. Nou, toen werd ik overweldigd met berichtjes van mensen die graag een van die vesten over wilden nemen. Nou, uiteindelijk heb ik ze alle 4 doorgegeven. Nou, de mensen hebben gewoon voor betaald hoor. Gewoon doorgegeven aan 4 andere mensen die er heel blij mee waren. En toen dacht ik, weet je wat?
dan ga ik, ik had toen al het plan om februari filmpjes te gaan maken, dan ga ik die Felix cardigan in februari breien. Ik vond het ook leuk dat dat allebei met een F was. Wie dan wil, kan dan gezellig meebreien. Dus er zijn best een behoorlijk aantal mensen die ook de afgelopen maand aan hun Felix cardigan of eventueel Felix pullover, want je hebt ook het patroon van een trui, van Amy Christophers hebben gebreid. En dat maakt dat voor mij dit vest toch wel, dat die verbinding die door handwerken ontstaat, die is dus gevangen in dit vest. En het feit dat, dat vind ik ook, dat gevoel zit ook heel erg gevangen in het vest, dat Elisa dacht, ja, ik denk toch dat het tijd is om afscheid te nemen van deze vesten. Daar begon het mee. En dat vervolgens zoveel mensen afgelopen maand een Felix cardigan hebben gebreid. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat als één iemand een beslissing neemt, dat ripple effect, wat dat dan heeft, zeg maar. Ja, ik hou daarvan. En dat vind ik zo inspirerend. Dus ik ben heel erg blij met mijn vest. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de kleur Murky. Ik denk dat dat Letlopie kleur 1402 is uit mijn hoofd. Maar uiteraard ligt mijn handwerkboek beneden. Dus ik kan het niet voor je checken. Maar dat kun je op mijn Ravelry pagina allemaal zien. De kleur Murky is een bepaalde kleur bruin. Met heel veel verschillende bruintinten erin. Ik stond net buiten. En als ik zo hier kijk valt het wel mee. Maar als het licht er op een bepaalde manier opvalt. Dan is het heel veel diepte in, heel veel leven in deze kleur. En Letlopie heeft ook effe kleuren, maar ze hebben ook die heathered kleuren. En nou weet ik niet zeker of dit ook een heathered kleur is. Ik zou denken van wel. Maar dat vind ik echt heel erg mooi. En ik ben heel blij. Ik heb hem vandaag op deze jurk aan, maar ik heb hem tussendoor natuurlijk ook al wel een paar keer even gepast. Ook op mijn andere jurk, mijn bruine jurk, past heel erg goed. En ook op al die bloemetjesjurken en zo, die ik vast ooit ook nog wel een keer ga dragen. Is dit gewoon een heel neutraal, fijn basisvest. Ik moet zeggen, toen ik de vesten van Elisa aantrok, dacht ik echt, oh, dat had ik bij mijn eigen vest niet tijdens het passen. Het was niet dat mijn hart er een sprongetje van maakte. Ik dacht, ja, leuk. Maar nu die af is. En toen ik hem dus vanmorgen aantrok, dacht ik wel van, oh ja, ik vind wel, nu die geblokt is, het model is fijn, ik ben blij met hoe die zit. En sommige dingen weet je pas als je een vest een aantal keer gedragen hebt, maar ik draag mijn vesten graag open en ik ben heel blij met hoe die daar op die manier valt. Hij valt heel mooi voor een vest wat open gedragen wil worden. Dus voor mij is het echt een perfect lekker laagje om in het voorjaar en in het najaar en ook in de winter te dragen. Dus ik ga eventjes nog kort vertellen wat ik nog wil vertellen, denk ik, over deze Felix. Misschien dat je heel veel al gehoord hebt, omdat je heel de maand met me meegekeken hebt. Maar het is een vest gebreid van boven naar beneden, heen en weer. Ik vond het prima. Ik vond het niet erg om heen en weer te breien. Ik ben wel een hele naald naar beneden gegaan om de juiste steekverhouding te krijgen, die ik overigens niet had. Ik had één steekje te weinig. Ik dacht, ach, dat maakt niet zoveel uit. Maar iemand was zo lief om voor mij uit te rekenen hoeveel invloed dat had op het eindresultaat. En daar schrok ik toen van. Dat had echt wel behoorlijk wat invloed. Het kwam erop neer dat ik nauwelijks ease zou hebben. Nauwelijks positive ease. Volgens mij is het vest ontworpen, als ik het me goed herinner, voor 5 tot 15 centimeter positive ease. Kun je een beetje zelf kiezen of je het wat aansluitender of wijd wil. Nou, ik heb uiteindelijk nauwelijks positive ease. En dat is precies hoe ik het hebben wil. Ik hou daarvan. Ik vind dat echt heel fijn en mooi. Mijn vest kan dicht. Maar ik vind dat niet fijn. En ik denk dat ik ook, ik was een beetje aan het klungelen met het verdelen van de knopen. Zoals je waarschijnlijk wel gezien hebt. Ik was vergeten dat hierboven ook nog een knoopsgat moest. En dit hier zit hij een beetje zo. Dit had iets netter gekund, denk ik. Maar goed, als ik kan mezelf daarachter zien in de spiegel. Ja, op zich is het prima. Hij kan wel goed dicht. En waar ik eigenlijk dacht dat deze knoop op het breedste stuk van mijn borsten, dat dat niet goed was gegaan, dan zit hij eigenlijk precies op de juiste plek. En dit maakt ook dat dit mooi recht is.
Vaak als je de knopen dan bijvoorbeeld hier zit, dan wijkt je vest een beetje. Dus dat is echt een hele fijne tip geweest ooit van iemand. De eerste knoop plaats die op het breedste stuk van je borsten. Dan krijg je nooit dat wijken. Hier zit iets meer afstand tussen. Tussen deze knoop en die ten opzichte van de rest. Maar anders kwam ik er gewoon niet mooi uit. En toen ik aan het breien was, dacht ik, ja, vind ik het nou eigenlijk wel zo mooi dat die nekband als laatste is? Vind ik het niet mooier wanneer die nekband eerst gebreid werd en dan dit? Maar ik moet zeggen, dan ga ik hem weer los doen. Als ik hem open draag, dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi. Ik draag mijn vesten dus het liefst open of zo, met één knoopje. Nou vind ik hier, omdat er ook al knopen op mijn jurk zitten, vind ik het vrij veel knopen. Dus ze lijken ook heel erg op elkaar. Maar zo vind ik die neckline, of die ribbing van de nek eigenlijk heel erg mooi. Dus ik ben heel blij met hoe dat gegaan is. Wat ik al wel gemerkt heb, is dat ik de knoopsgaten minder fijn vind. Er stond een andere manier van knoopsgaten breien in dit patroon dan ik altijd doe. Die manier was heel makkelijk, maar het was met een yarn over. Maar ik blijf daar een beetje in hangen met mijn knoop. En ze passen prima, het is precies de goede maat. Maar ik vind het gewoon niet. Ik vind ze ook, ze zijn wel mooi. Het is niet dat die yarn over het heel slordig maakt. Ze zien er wel netjes uit. Maar ik vind ze niet per se heel fijn. Ik brei zelf de knopen altijd op een andere manier. Ik ga heel even kijken of ik misschien nog een fotootje van mijn handwerkboek in kan voegen. Maar ik weet niet zeker of me dat vandaag nog gaat lukken. Anders doe ik dat een ander keertje. Als ik weer iets met knopen ga breien. Ja, dat vestje voor Rebecca zit er ook knoopsgaten in. Dan zal ik je even zal ik wat meer aandacht besteden aan hoe ik knopen brei. Ja. Ik denk wel dat de knoopjes wel wat geleden hebben onder het blokken. Ja. Dat zou ik volgende keer niet meer zo doen. Iemand zei om ze van tevoren nog de tip kreeg nog om ze in te smeren met wat vets. Ik zou wel bang zijn dat dat dan in het water komt op mijn wol. Volgende keer als ik houten knopen heb. Kijk, met plastic knopen maakt het niet zoveel uit. Maar als ik houten knopen heb, dan ga ik ze pas na het blokken op mijn trui doen. Op mijn vest doen. Ja. Ik heb de lengte van het patroon aangehouden. Deze is dus niet super kropt. Ja, nou, het is een vrij kort vest, is het wel. En ik heb die lengte aangehouden. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden mee. Heel erg blij mee. Het is perfect voor op mijn jurken en rokken. De mouwen heb ik iets langer gemaakt, denk ik. En ze kunnen nog lekker zo. Hier hou ik van. Maar ik kan ze ook lekker... Lekker terugslaan. Dat is hoe ik ze waarschijnlijk het meest ga dragen. Zodat ik mijn handen goed vrij heb. En ja, dit. Dus ik ben heel blij met de lengte van de mouwen. Is er verder nog... Oh ja. Mijn detail. Mijn woolly tattoo. Ja, dat is grappig. Ik vind het heel erg leuk om... dingen te personaliseren. En ik merkte dat... normaal gesproken als je iets breidt kun je vaak al door... je kleurencombinatie of door een bepaalde aanpassing of zo, of hoe je het breidt of hoe je het draagt, kun je al iets helemaal van jezelf maken. Maar ik merkte zeker omdat we nu met zoveel mensen een Felix cardigan aan het breien waren, een best wel basic vest qua kleur, maar dus een heel klein detail wat ik heel leuk vind op de mouwen, bij de raglan, aan de voor- en aan de achterkant. Maar dat was het verder. Was er niet zo heel veel ruimte om er iets van mezelf in te stoppen. En omdat ik weet dat er meerdere hele leuke mensen ook een murky cardigan hebben, dacht ik, ja, maar hoe kun je dan zien dat deze van mij is? Ik had heel erg de behoefte om het nog te personaliseren. En toen dacht ik, ik wil graag mijn handtekening erop zetten. En ik moest meteen denken aan het borduren van bloemetjes. Ik ga even iets pakken. Even een vestje uit mijn strak georganiseerde kast getrokken. Laat mijn dochter het niet zien, hij lag bovenop. Vorige zomer, denk ik, breide ik de Mema cardigan.
Een zomers vestje, patroon van Pip en Pin. En ik maakte een foutje op de mouw. Ik deed iets met draadjes afhechten, waarvan ik dacht dat het een heel goed idee was, maar dat bleek een heel slecht idee te zijn. Waardoor je hier een heel duidelijk oneffenheidje zag. Wat ik niet meer kon verbloemen achteraf. Oh ja, ik heb het dus wel verbloemd. Dat is grappig eigenlijk. Ik heb het letterlijk verbloemd. Ik dacht, ja, dat vind ik zonde. Het zat ook echt boven op mijn arm. Ook best wel op een opvallende plek. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga er een bloemetje overheen borduren. Ik heb het borduren van bloemetjes heb ik geleerd van Nienke van Mooi van Draad al jaren geleden in een workshop waarin we op handschoenen gingen borduren. En ik vind dat super leuk. Ik zou mezelf absoluut geen borduurtalent willen noemen. Maar deze was wel echt heel erg goed gelukt. En dat vond ik zo'n leuk detail. Elke keer als ik het bloemetje zag, werd ik helemaal blij. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga op mijn Felix cardigan ook een bloemetje borduren. En toen was ik aan het denken, waar zal ik dat dan doen? Aan de onderkant of hier? Maar ik was een beetje bang dat je dan, als mijn vest dan open zou vallen, dat je de binnenkant... Ik haat lelijke binnenkantjes of lelijke achterkantjes. Dus ik wist het niet zo goed. En toen ineens dacht ik, ja, maar als ik een handtekening doe, je handtekening hoeft toch niet altijd anders te zijn? Je handtekening is juist altijd hetzelfde. Dus waarom pak ik niet gewoon hetzelfde bloemetje, wat ik zo leuk vind, en doe dat hier ook op mijn rechterschouder? Dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat voor je gefilmd. Dan kun je zien dat ik geen borduurtalent ben. Maar ook, en dat is heel belangrijk, dat... Ja, weet je wat? Ik ga dit gewoon hier invoegen. Het stukje waarop ik ga borduren en struikel je lekker over je woorden, Sarah. Mijn hoofd gaat weer even iets sneller dan mijn mond. Ik ga je meenemen in mijn borduurproces. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik heel even iets zeggen over het garen. Ik had namelijk expres gekozen voor deze. Een van de vesten van Elisa was namelijk in deze kleur. In deze roestbruine kleur. En toen ik die vesten liet zien in mijn filmpje en een oproepje deed, toen kwamen verreweg de meeste reacties op dit vest. Er waren heel veel mensen die dit vest wilden hebben in deze kleur. En dat was voor mij de aanleiding om te denken van, hey, laten we samen een Felix cardigan gaan breien. En daarom wilde ik heel graag het bloemetje, ik vind het sowieso een hele mooie kleur, ik wilde heel graag het bloemetje in die kleur op dit vest, omdat dat me eraan deed denken. Maar tijdens het borduren bleek dit garen te dik om mee te borduren, maar gelukkig had ik nog een restje van mijn haarband, wat bijna exact dezelfde kleur is, een andere garen. Uit Zweden heb ik ooit gekregen van mijn schoonzusje. En dit is een sportweetgaren. Dus daar kon ik heel goed het bloemetje mee borduren. En ik ga je nu even laten zien hoe ik dat deed. Oké, ik ga je een beetje door mijn borduurstruggle heen praten. Want ondanks dat ik het borduren op zich wel leuk vind om te doen en het eindresultaat ook fantastisch, ben ik er verre van handig in. Dit hele fragment duurde dan ook eindeloos. Ik heb al behoorlijk wat geknipt om het een beetje korter te krijgen. Maar ik wil je toch graag even meenemen in het proces. Nou, hier heb ik dus mijn voorbeeld borduurseltje erbij gepakt. Het borduurseltje op de Mema cardigan. Oh ja, dit is meteen wel leuk om te vertellen dat de helft van wat ik doe, doe ik zeg maar net buiten beeld. Het is echt zo moeilijk om ervoor te zorgen dat het dan ook nog, zeg maar, op camera komt. En iets doen wat je moeilijk vindt, dan je aandacht daarbij houden. En ook nog zorgen dat het in beeld komt. Dus dat is heel vaak niet gelukt, zeg maar. Nou, wat ik hier gedaan heb, is meten hoe breed het bloemenborduurseltje op mijn mouw van mijn Mema cardigan is. En ik ga het hier in mijn handwerkboek tekenen. Ik wilde het eigenlijk eerst op de pagina van mijn Felix cardigan doen, maar daar was geen plek. En ik heb besloten dat ik dat op de laatste pagina, of eigenlijk is het meer de binnenkant van de kaft, van mijn handwerkboek ga doen. Omdat ik het eigenlijk wel heel leuk vind dat dit mijn wollen handtekening wordt. Ik vind dit ontzettend leuk om op de mouw van een breiwerk te doen. Is overigens, het past niet bij alle soorten breiwerken, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar zo kan ik het makkelijk terugvinden en eventueel overtrekken. Nou, ik heb het eerst met potlood getekend en vervolgens ben ik met vulpen, dit is mijn lievelingsvulpen waar ik eigenlijk altijd mee schrijf, ben ik het aan het overtrekken. En ik kan je nu al vertellen dat dit een activiteit is waarvoor je je perfectionist niet moet uitnodigen.
Ik had die van mij ook niet uitgenodigd, maar zij komt graag nogal ongewenst ook op visite. En hier zat ze meteen al te miepen over mijn bloemetje. Is niet symmetrisch en niet leuk en niet fijn. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak eventjes mijn voorbeeldje erbij van Nienke. Van Mooi van Draad. Ik heb namelijk ooit bij Nienke, ook zie dat ik het heb weggeknipt dit. Ik wist niet zeker of ik het patroon in beeld mocht brengen. Bij Nienke een workshop gevolgd en mijn bloemetje was prima, volgens Nienke, denk ik. Nou, hier ben ik er dus spul overheen aan het leggen, waarvan ik helaas niet weet hoe het heet. Maar dit is een soort toverlapje. Het is een beetje doorzichtig. Dit is echt mijn laatste restje. Het is ook helemaal verkreukeld, omdat ik het niet zo heel netjes heb bewaard. Maar dit... heb je echt nodig. Je kunt natuurlijk ook vanuit de losse hand borduren. Maar daarvoor heb ik te weinig vertrouwen in mijn borduurskills. En dit heb ik dus geleerd van Nienke. Je legt dit magische spul over je tekeningetje heen. Over je patroontje heen. Dan trek je het over met potlood. Ja, dat ben ik dus aan het doen nu. Kom, even doortekenen, Sarah. Zoals je ziet staan er ook nog wat andere dingetjes op. Het is veel handiger als dit magische spul gewoon recht en netjes is. Ja, je kunt het gewoon in de handwerkwinkel kopen, denk ik. Ik ga er binnenkort naar op zoek, want dit is zo goed als op. En ik heb de borduursmaak goed te pakken. Dus ik knip dat even uit. Het blijft niet recht liggen, Sarah. Oh ja, dit is leuk. Dit is een kartonnetje. Dat kreeg ik ook bij de workshop van Nienke. Echt al heel erg lang geleden. En dit kon je dan in je handschoen doen om ervoor te zorgen dat je het niet aan elkaar naait. En zij heeft daarvoor oude boekjes gebruikt. Ik was vroeger dol op David de Kabouter en nog steeds vind ik dat die boeken heel erg leuk. Dus dit kartonnetje ga ik dadelijk in mijn mouw doen om ervoor te zorgen dat ik tijdens mijn borduren perikelen, zeg maar, niet per ongeluk mijn mouw aan elkaar borduur. Ja, goed zo. Niet vergeten, Sarah. Ik heb dat ook echt wel heel hard nodig. Nou ja, dat spul, dat magische lapje, dat speld ik er even op vast. Nou ja, je zal zien in de rest van de video dat het voor geen meter blijft zitten. Ja, misschien ben ik gewoon niet handig genoeg voor dit soort kleine friemeltjes. Maar het gaat de hele tijd los en mijn mouw bleef niet op de goede plek liggen en... Ja, dit vraagt echt wel veel van mijn geduld en mijn doorzettingsvermogen. Maar ik wil dat echt heel graag. Dus nou ja, zoals ik al zei, ik heb behoorlijk wat ertussen uitgeknipt. Maar het ging heel vaak mis. Nou, inmiddels heb ik ontdekt dat mijn ledlopiedraad echt te dik was. En ben ik naar beneden gerend om dit garen te pakken. Als ik het echt graag had gewild, had ik die ledlopie er wel doorheen gekregen, maar dat werkte niet zo fijn. En met dit draadje gaat het beter, maar je ziet wel dat mijn magisch lapje hier en daar al een beetje is beschadigd, omdat ik er zo met grof geweld een dikke draad doorheen heb geprobeerd te trekken. Maar dat geeft niet, ik kan nog steeds het tekeningetje goed zien en dat is eigenlijk het belangrijkste. Vooral omdat ik een rechte lijn wil... Kijk, die bloemetjes zou ik nog wel vrij durven borduren. Maar die rechte lijn weet ik niet zeker of ik dat netjes genoeg zou kunnen vanuit de losse pols. Maar ja, als je daar wel handig in bent of het mag wat meer kriskras zijn, dan heb je dit magische spul helemaal niet nodig. Ja, voor het borduren gebruik je allerlei steekjes. Je hebt de kettingsteek en de platsteek en de knoopjesteek. Nou ja, goed. Mocht je ooit een keer in de gelegenheid zijn om zo'n workshop te volgen van Nienke, of misschien zijn er nog wel meer mensen die dat doen, ik weet het niet, maar dat is echt ontzettend leuk, want je kan, ja, je kan hele leuke dingen doen. Je kan je brei- en haakwerk ontzettend leuk opfleuren met deze kleine details. En ik heb het nog niet zo heel erg vaak gebruikt, maar ik moet zeggen ja, dat ik de smaak wel goed te pakken heb.
Het probleem is dus alleen dat ik het nog niet per se heel leuk vind om te doen. Want het is ook als je dan bezig bent. Ja, het rommelt en het frommelt en het blijft allemaal niet netjes op zijn plek. En als ik dan zo'n bloemetje borduur, denk ik, oh, dit wordt echt helemaal 3 keer niks. En dan denk ik van, nou, nog een steekje hier erbij en een steekje daar erbij. En dan doe ik eigenlijk maar wat. En soms is dat een heel goed idee, maar soms is ja, minder eigenlijk beter dan meer. En dat vind ik af en toe een beetje lastig inschatten. Dus ook met het bloemetje kom ik op een punt dat ik denk, ja, oké, nou moet ik stoppen. Ik kan altijd achteraf nog een extra steekje toevoegen als ik denk dat die niet goed gelukt is. Ja, de kunst is dus om op tijd te stoppen. En dat talent bezit ik niet altijd. Maar ik geloof dat het dit keer wel gelukt is. Ja, dus stoppen, Sarah. Ook oh, ik ben al gestopt, denk ik. Ja, oh, even opnieuw vastspelden. Want nu ga ik dus het rechte lijntje doen met groen. En ja, het hoeft niet kaarsrecht, maar een beetje recht zou toch wel leuk zijn. Ja, dit garen heb ik uit mijn cactusmandje gehaald. Mijn bolletjes verdwijnen op magische wijze, dus dan zie je dat ik heb zitten knippen in dit stukje. Ja. Nou, ook hier de blaadjes. En het is leuk, want die blaadjes teken ik ook altijd zo in mijn handwerkboek. Dus het hoort echt wel bij mij, dit bloemenrankje. Hier ben ik volgens mij iets aan het uithalen. Ik heb 1 keer wel iets uitgehaald, omdat het echt niet netjes was. Kijk. Ja, toen ik dit zag, dacht ik, oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, een beetje geel erbij voor de finishing touch. Dat ging wel meteen goed. Normaal gesproken vind ik dat knoopje in het midden, volgens mij heet dat ook echt een knoopjesteek, vind ik super moeilijk en die mislukt meestal. Maar die lukte in 1 keer. Dus ik was heel trots. En het zijn vaak juist die kleine details die echt de finishing touch geven. Ik bedoel, je kan zelfs vanaf hier dat gele puntje zien. Zo schattig. Nou, hier mijn bloemenrankje. Ik was heel erg bang dat het schots en scheef zou zijn en helemaal niet zo netjes. Maar ik besloot het er maar bij te laten. Voordat je het dan nat gaat maken. Oh, dat heb ik nog niet verteld, denk ik, hè? Dat het magisch lapje, whatever het ook is, lost op in water. Maar daarvoor ga ik even de draadjes wegwerken. En ik heb dat een heel klein beetje maar gedaan. Je haalt de draadjes dan naar de binnenkant van je werk. En ik heb ze een klein beetje weggewerkt. Ik wilde niet dat het een al te dik plakkaat op mijn arm zou worden. Dus ik heb ze maar een paar keer om elkaar heen geslingerd aan de binnenkant van mijn werk. En het lijkt erop dat dat goed gelukt is. Ja, dus al met al ben ik een klein beetje bezorgd om het eindresultaat, maar besluit ik ook om het gewoon hier maar bij te laten. Dus nadat ik de draadjes heb weggewerkt en nog eens even goed heb gekeken, heb ik het onder lauwwarm water weggespoeld, mijn magische hulpmiddel. En vervolgens mijn vest te drogen gelegd bij de kachel, zodat het vandaag droog zou zijn, dat ik het aan zou kunnen. En het was direct weer het bewijs van dat je gewoon een beetje vertrouwen mag hebben. Want ik ben echt dik tevreden met hoe het uit heeft gepakt. Het is echt fantastisch geworden. Dus heel blij mee. Zoals ik je net waarschijnlijk in dat fragmentje al verteld is het vooral belangrijk dat je vertrouwen niet verliest. Toen ik mijn borduurwerk zag, dacht ik, oh nee! Maar als ik het nu zeg, nu zie, denk ik, ja, dit is precies zoals ik het hebben wil. Ik heb hem expres niet te hoog gedaan, omdat ik wil het heel graag zelf kunnen zien. Je hebt wel eens mensen die hebben dan zo'n hele mooie tatoeage in hun nek of ergens aan de. Ja, dan kun je het zelf niet zien. Als ik het bloemetje hier had gedaan, wat misschien. Ja, verhoudingsgewijs beter was geweest, dan had ik altijd in de spiegel moeten kijken. Dus ik heb hem hier gedaan zodat ik hem zelf nog goed kan zien. Dat vond ik belangrijker dan dat het klopte, zeg maar. Dus op die manier heb ik nog mijn eigen persoonlijke touch aan mijn breiwerk gegeven. Het lijkt me heel erg leuk om dat vaker te doen. Het past niet bij alle truien en vesten hoor. Zeker niet kleurwerk en alles. Heel vaak is het niet mooi, maar bij deze wel. Dus ja.
Ik ben heel erg blij met mijn woolly tattoo. Sowieso ben ik heel blij met het vest. Dus ik denk dat ik hier nu alles over verteld heb. Wat ik erover wilde vertellen. Ja, nou mocht je nog bezig zijn met je Felix cardigan, dan wens ik je heel veel succes. Het was absoluut niet belangrijk dat het afkwam in februari, helemaal niet. Breien hoeft geen wedstrijd te zijn. Ik vind het soms heel leuk om een wedstrijd tegen mezelf te doen. Gewoon voor de lol. Maar het is vooral heel erg belangrijk dat je lekker op je eigen tempo van je breiwerk geniet. Dat je uiteindelijk een mooi vest creëert. Ik heb al mensen gehoord die voor de eerste keer een Engelstalig patroon gebreid hebben. Mensen die voor de eerste keer überhaupt een kledingstuk voor zichzelf gebreid hebben. Nou, zeker als je nog niet zo heel erg lang breidt, dan kan ik me voorstellen dat dit vest wat langer de tijd vraagt. Voor mij was het best wel een quick knit, zeg maar. Ik heb tussendoor nog een heleboel andere dingen gedaan. Maar als je wel wat breiervaring hebt, dan is dit echt een lekker snel vestje voor tussendoor. En dat is ook wel fijn om te weten. En ik kan me voorstellen, toen Elisa mij die vier vesten, dacht ik, hoe kun je nu vier vesten breien? Ik heb bij elk patroon wat ik brei altijd het gevoel van, oh, ik zou dit nog in die kleur en in die kleur en zo willen. Maar ik doe dat nooit. Maar bij die Felix cardigan, omdat die dus zo lekker snel breidt, kan ik me heel goed voorstellen dat je meerdere exemplaren wil hebben. Ik stond vanmorgen heel trots voor de spiegel en ik zei tegen mijn man en tegen mijn dochter, kijk, ik heb mijn nieuwe vest aan. En mijn man zei, maar had je dan nog niet zo'n vest? En ik zei, nee, maar dit is toch een heel ander vest? Hij zei, maar ik heb het idee dat jij heel veel van dat soort vesten hebt. En ik was aan het denken, ik dacht, nee, ik heb echt niks wat hierop lijkt hoor. Dat is allemaal anders. En zeiden, ja, nou, hij zegt, ik vind het heel mooi, maar toch vind ik het lastig om te zien dat dit dan een nieuw vest is. En toen liep hij naar de keukentafel en daar hing mijn Sunday cardigan op mijn stoel. En toen zei hij, ja, maar dit bedoel ik, dit vest bedoel ik. En hij hield het omhoog. Hij zegt, dat is toch bijna hetzelfde? Ah, mensen, jullie begrijpen mij, hè? De Sunday cardigan is no way bijna hetzelfde als de Felix cardigan. Maar blijkbaar, als je geen breier bent, en misschien ook nog een man, ik weet niet, dat kan wel. Ja, nou ja, trouwens, nee, mijn dochter zei wel ongeveer hetzelfde. Is het allemaal één pot nat? Maar wij weten het, hè, dat de Felix cardigan en de Sunday cardigan helemaal niet op elkaar lijken. Mijn dochter zei het ook. Die zei, nee, die zei iets anders. Die had dus gisteren mijn kledingkast opgeruimd. En die zei, jij hebt zoveel truien en vesten. Heb je er echt nog eentje nodig? Nee, niet nodig, maar het is wel leuk. Dus ik ben heel blij met mijn vest. Een prachtige herinnering aan een hele mooie, prachtige maand. Ik ga nu echt afsluiten, dit laatste filmpje. En dat ga ik toch wel echt doen met een heel warm en dankbaar gevoel. Begon deze reeks februari filmpjes eigenlijk omdat ik elke keer als ik die vlogmas filmpjes of vlogtober filmpjes langs zag komen, dat ik elke keer dacht, hoe zou ik dat vinden? Elke dag een filmpje maken. Maar no way dat oktober of december voor mij de juiste maanden zijn. Dan is er gewoon altijd al te veel wat er gebeurt. Allerlei dingen in mijn leven, leuke dingen eigenlijk vooral. Dat kwam nooit langs. Maar toch voelde ik elke keer dat kriebeltje. Zal ik? En toen dacht ik, wanneer zou ik het dan willen? En zo kwam ik uit bij februari. Omdat ik februari eigenlijk een hele saaie maand vind. Er staan weinig festiviteiten in de agenda. Het is de laatste maand, de laatste echt wintermaand. Maart kan net zo winter zijn, maar voelt echt al veel meer voorjaar. Ook omdat het voorjaar begint in maart. Ja, februari vind ik altijd best gewoon wel, zwaar. Dat is een beetje overdreven, maar ik kon wel wat afleiding gebruiken. Dus vandaar dat ik voor deze maand heb gekozen en waar ik hem normaal vaak eindeloos vind duren, is hij nu echt voorbij gevlogen. Echt bizar hoe snel dat is gegaan. En ik had voor mezelf een paar persoonlijke doelen gesteld aan deze uitdaging. Ik hou van een uitdaging zo nu en dan. Daar ga ik heel lekker op. Om mezelf een beetje te stretchen. En ik had een paar persoonlijke doelen gesteld. Vooral met time management. Dat ik niet de hele dag alleen maar hiermee bezig zou zijn. En dat is echt heel erg goed gelukt. Ik had eigenlijk verwacht dat ik mezelf misschien wat meer
naarmate de maand vorderde zou moeten motiveren. Dat het meer zo'n dingetje werd. En dat ik heel erg opgelucht en blij zou zijn als het klaar was. Maar ik heb dit met zo ontzettend veel plezier gedaan. Elke dag weer. Ik heb er echt zo van genoten. Ik vond het zo leuk. Ik heb zoveel geleerd. Ik ben eigenlijk helemaal niet blij dat het voorbij is. Ik vind het wel lekker dat ik meer tijd overhoud. Want ja, je kunt je voorstellen dat het wel behoorlijk wat tijd kost. En onderaan de streep gaat die echt direct van mijn handwerktijd af. Dus ik verheug me wel weer heel erg op die extra uurtjes handwerken. Maar ik ga het ook echt heel erg missen. Ik heb echt met heel veel plezier heb ik hieraan gewerkt. En het kostte me helemaal geen extra moeite om door te zetten om het af te ronden. Nee, ik vond misschien de weekenden en vorige week de vakantie iets lastiger. Niet zozeer omdat ik geen zin had, maar meer omdat dan is iedereen thuis. En dan doen we ook nog andere dingen. En dan was het wel eens vervelend dat ik... vervelend. Dan moest ik extra goed nadenken van ja, wanneer ga ik dan die filmpjes doen? Ik heb er ook heel bewust voor gekozen om maar een heel klein stukje van mijn leven te delen. Alhoewel handwerk een heel groot onderdeel van mijn leven is op dit moment. Heb ik veel meer van mijn leven niet laten zien, heel bewust. Maar ik merkte wel dat ik de hele dag door dacht, oh, dit zou eigenlijk ook leuk zijn om te delen. Oh, dit zou eigenlijk ook leuk zijn, dit zou eigenlijk ook leuk zijn. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik had echt een aantal uren per dag afgebakend waarin ik dan die filmpjes ging maken en wat daar binnen die uren gebeurde. Ja, dat deelde ik dan en verder was het klaar. Ik had ook niks gepland, ik ging gewoon kijken. Dus ik heb ineens mijn hele garenvoorraad opgeruimd. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar wel heel erg lekker. En ik heb echt heel veel plezier gehad. Waar ik ook echt heel erg positief door verrast ben, is gewoon jullie enthousiasme. Echt, ik had nooit gedacht dat zoveel mensen de hele maand naar mijn filmpjes zouden kijken. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment dacht van, nou heb ik even genoeg Sarah gezien. Maar gewoon elke keer weer, ik kreeg echt het idee dat mensen erop zaten te wachten en er zin in hadden. En ik heb zoveel lieve berichtjes. Ik weet niet of je wel eens de berichtjes leest onder mijn filmpjes. Maar echt, het een na het andere lieve berichtje, zoveel lieve woorden. En ja, ik had helemaal niet het idee. Ik kan ook zien hoe vaak mijn filmpjes bekeken worden. Helemaal niet het idee dat dat aan het afnemen was naarmate de maand vorderde. Integendeel eigenlijk. Dus ik ben heel blij. Je moet je voorstellen hoe bijzonder het is dat als je iets doet waar je heel erg blij van wordt. En wat dus eigenlijk gewoon vanzelf gaat, omdat je het zo leuk vindt om te doen. Dat andere mensen daar ook blij van worden. En dat gezellig vinden en het leuk vinden om daarnaar te kijken. En nou ja, dat geeft zoveel lekkere energie. Dat is, dus ik ben helemaal... Ik had eigenlijk van tevoren misschien gedacht van, oh, dan is februari is wel hard werken. Dan ga ik daarna weer even rustig aandoen om mijn batterijtje weer op te laden. Maar ik heb juist echt heel erg een hele opgeladen batterij. Ik bedoel, laat Sarah elke dag praten over handwerken en ze is intens gelukkig. dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor alle keren dat je hebt gekeken. Dankjewel voor alle keren dat je er blij van werd. Dankjewel voor alle keren dat je het me hebt laten weten. En ik bedoel, voel je vooral niet verplicht om het mij te laten weten, hè? Want dat is helemaal niet nodig. Maar ik geniet wel van alle lieve woorden. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb nergens op gereageerd. Ik heb ze allemaal met heel veel liefde en warmte ontvangen. Ja, dankjewel. Ik heb zelfs een mooi cadeau mogen ontvangen. Een kussen heb ik ontvangen. Ik heb nog iets gekregen. Dat zag ik gisteren in mijn inbox. Iemand had mij een patroon gestuurd via Ravelry als bedankje. Van de Sophie Shawl van Petite Knit. Er stond bij, ja, ik weet dat je eigenlijk niet geen nieuwe patronen koopt. Maar ik had daarover verteld. Ik weet niet of ik dan alleen in mijn Engelse filmpje of in mijn Nederlands of allebei. Het ging over die Ribble Shawl. En dat het patroon van de Sophie Shawl daarop lijkt. En dat ik die eigenlijk heel mooi vond met die I-cord rand. En toen had ik die zomaar cadeau gekregen in mijn inbox. Ja, het is echt, echt heel bijzonder. Dus ik sluit deze maand met een heel warm, dankbaar gevoel vol liefde voor handwerken en voor handwerksters en voor de verbinding en de connectie. Ondanks dat ik gewoon alleen maar tegen mijn telefoon zit te praten, voel ik me toch heel erg verbonden met jullie. Ik kreeg meerdere malen te horen dat het net was of we samen aan de keukentafel zaten. En ik ben dus ook heel benieuwd naar de andere verhalen. Maar er komen ongetwijfeld weer genoeg momenten waarop, genoeg gelegenheden waarop we elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Dus dank jullie wel daarvoor.
En het heeft me ook doen besluiten dat ik meer filmpjes ga maken vanaf nu. Ik maakte elke week een maandagfilmpje voor je, waarin ik mijn wekelijkse handwerkperikelen met je deelde. En dat deed ik altijd met heel erg veel plezier. Maar ik wilde ook altijd eigenlijk dat de filmpjes korter waren dan ze daadwerkelijk werden. Ik vind zelf iets kortere filmpjes prettig om te kijken als je het in één keer wil kijken. En ik heb nu gemerkt, na deze maand, dat een korter filmpje ook prettiger voor mij is om te maken. Ik kan wat meer spelen met wat verschillen. In plaats van dat ik alleen maar ga zitten en ga zeggen, nou, ik heb dit weer gemaakt en ik heb dat gemaakt en zus en zo. En ik wil altijd zoveel vertellen en dan duurde het lang. En dan moest ik altijd heel hard werken om alles op tijd in orde te krijgen. En ik merkte dat het maken van kortere filmpjes, waarin je dan iets kiest om over te vertellen, dat eigenlijk veel makkelijker en leuker was. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga... Je hoeft niet heel lang zonder mij te doen. Ik ga vanaf nu, ik ga het een beetje uitproberen. Ik ga het een beetje testen. Maar ik ga eens kijken hoe het bevalt om 2 keer in de week een filmpje te maken. Op maandag en op vrijdag. Dus je hoeft niet heel lang zonder mijn getetter. Als je dat niet wil. Vrijdag ga ik een gewoon filmpje voor je maken. Ik ga dat wat ik normaal in 1 keer vertel een beetje verdelen in 2 keer. En je zult me de komende tijd op maandag en op vrijdag gaan zien met een filmpje waarin ik mijn handwerkperikelen met je deel. Ja, dat was het. Ik nogmaals heel erg bedankt voor alles. En ik wens je een hele fijne dag. En tot vrijdag in maart. Doei doei!